When he sees one. That's why it has the Cosmic Commander MC in this goddamn thing. That's right, get a good look at this. I know you Dutch people never seen nobody as good looking as this. Je bent ook bijna een soort van vader van deze kinderen. Wat gaat er dan door je heen, Henk? Als je dit ziet. Dat ik hoop dat ze allemaal netjes betaald hebben aan de deur. Onder een arm te tatoeëren, in een oksel. Ja, dan moet ik eventjes eroverheen klimmen om te kijken. Ja, kan je kijken. Does it hurt? It's a bad place, this, you know? Because it's not the same pain. Where you make the tattoo. This one is a bad place. It hurts. It hurts. Yeah. A lot. Ik wist helemaal niet dat je ook ging bloeden, jongen, met tatoeëren. Nou ja, je moet er toch doorheen, dus het bloed wel eens iets. En vooral met het inzetten van de schaduw, van de waterschaduw, waarin je er veel meer overheen gaat, komt er wel eens wat bloed vrij. Als meneer bijvoorbeeld rijkelijk aan bagges geofferd heeft gisteren, dan komt het tevoorschijn. Ja, alcohol is slecht bij tatoeëren. Oh, alcohol, ja. Ja, natuurlijk verdunt je bloed. Ja. Dus dan loopt het iets beter. Dus jij drinkt niet? En mij bloedt het nauwelijks. Oké, we gaan even verder. Je bent kampioen van Amerika geweest, heb ik gehoord. Hoe word je dat? Ja, dat is wel even top. Ja? Ja. En, maar dat is dus met welke tato is dat gebeurd? Op mijn rug. Mag ik hem even zien? En daar word je kampioen van Amerika mee. Hoe gaat het in zijn werk? Dan kom je op met 130 mensen en dan word je nummer 1 gewoon. Ja. Tatoeage is officieel, het is kerkelijk discreet verboden. Wij zitten hier genoeg, ver genoeg van die ellende vandaan. Maar inmiddels is het open gegooid en laat er ook geen gras over groeien. Nee, nu, kijk, we hebben nu het museum geopend, wat in mij nog het Taticaan is. Dus we gaan nu in de aanval. Paus Henk, die zal dit zootje naar nu eens aan gaan pakken. Hallo. Hallo. Waar zit hij bij jou? Op mijn rug. Mag ik hem zien? Ja, hij is nog niet af. Geef het, maakt mij niet uit. Ja, nou oké dan. Wat is dat nou voor een bizarre tatoeage? Wat betekent dat? Nou, dat betekent gewoon wat voor mij. Zo? Nou, dat gaat verder niemand het aan. Nee? Nee. Wat zit er toch voor een gedachte achter die dingen? Oh, kijk, karma, ik denk dat die man een gat in zijn aura heeft. Ja, oh. Ja, ik weet het niet. Nee, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen manier van leven en denken. En die douwt hij ook in zijn persoonlijk
Ik sta echt met beide voetjes op de grond. Ik heb daar helemaal geen... Jij hebt daar helemaal geen last van? Geen last van een gat in de aura of iets anders, nee. Oh, wat lief. Beetje knuffelig type. Ja, misschien komt het daardoor. Ja? Ja, toch een beetje zacht karakter ook wel. En ja, ik denk dat ik hem daarom heb genomen. En ik vind hem nog steeds heel leuk. Zou je ter afscheid even je tong naar de camera uit kunnen steken? Wil ik het altijd doen. Ze zijn beduidend minder knuffelig ineens. Ja, dat is weer de andere kant van mij, hè? Ja? Een beetje aardig en een beetje... Een beetje hebt. Ja. Drie van die puntjes. Heb ik al het idee dat het een soort van geheimzinnig sect is? Wat denkt dat? Als je drie puntjes op je handen hebt en je wordt door de Franse politie gearresteerd, dan krijg je meteen een pak op je godverdomme waar je niet goed van wordt. Want? Wat dan? Het betekent dood aan de politie. Mord of vars aan de koeien, aan de smeres, aan de pigs. Serieus? Dus, ja. Zo betekent elke tatoeage betekent wel iets. Hè? Wat heeft het nou voor functie om op je lijf een soort van gebruiksaanwijzing te laten tekenen? Kijk, met name in de primitievere culturen is het zeer zeker gewoon een non-verbale manier van communiceren. Als jij met z'n allen je blote reet over het strand rent en je bent met bijlen op elkaar aan het inhakken, dan wil je graag zien wie bij wie hoort. Zodat je niet je buurman een kop kleiner maakt. Er zitten stamtekens in. Maar er zit ook je genealogie bijvoorbeeld in weggepakt. Er zitten talismannen in. Er zitten religieuze aspecten in. Maar dat hebben wij hier natuurlijk in Europa allemaal niet. Nou, dus wat betekent het dan hier? Nou, hier is het toch ook een vorm van communicatie. Het is een soort, op z'n zachtst gezegd, is het een reflectie van je denken. Wat betekent die voor je, die tattoo? Nou, voor mij is het een hele persoonlijke tattoo. Het is dus, als je kijkt, is het een collage van diverse dingen. En voor mij is het representatief voor hoe ik de wereld, de maatschappij, religie en het doel van het leven een beetje aanschouw. Maar meneer, die ligt daar al vanaf 1 uur, volgens mij vreselijk pijn te lijden. Wat gebeurt er? Nou, het valt mee. Kijk, hij is er nou zwart aan het inbrengen. Dat is een combinatie, ik denk ongeveer 18 naalden of zoiets bij elkaar. Steekt in en breekt de skin. Hij wipt hem enigszins omhoog. Je kunt het horen ook. Als je er dicht genoeg bij zou, niet van hoor je hem. Het is een beetje een underground-achtig gebeuren altijd geweest. Het is jarenlang verboden geweest in Japan. En jarenlang voorbehouden geweest aan... wat ze noemen, de Yakuza onder andere. Maar... Mafia. Ja. Ze gebruiken wel machines, maar dan vaak alleen maar voor de outline. En het grijs, wat er in al die gradaties wordt ingestoken, wordt allemaal nog steeds met het hand toegedaan. Maar het is allemaal een proces van afgedunde zwarte inkt met steeds meer water erbij. Waardoor het steeds dunner wordt, waardoor een soort hele zachte grijs wordt. Kan niemand zo goed als de Japan. Vind je het mooi? Is het mooier dan met een elektrisch apparaat? Ja, zeker. Doe je het dan zelf niet? Oh, dat is weer een ander verhaal. Wij zitten hier met de machines. De vlakke grijs zoals onze is, kunnen wij met de machine niet echt zo maken. Dan moeten we een opaque maken, dan moeten we wel wit bij doen. Maar beheers jij deze techniek ook? Nee. Jammer nou. Nou, oké. Ja, ik kan niet alles beheersen. Nee, dat ook. Hallo, waar zit hij? Wat zeg je? Waar zit hij? Verschillende plaatsen. Ja? Mogen we hem zien? Op de verschillende plaatsen dan? Dit... Ja, dat mag wel. Ja? Ja.
kleintje. Heel klein. Je ziet hem ook bijna niet. Ja, zie je hem? Genoeg. Wat is het? Wat is het dan? Het is een tekentje wat ik samen met mijn vriend heb in plaats van ringen of zo. Geen licht, ja? Speciaals van ons samen. Mike, Permanent Mark, Mr. Nice Guy, Freddie Corbin, San Francisco, Florida, Zuid-Afrika. Zijn een soort mensen die de leidinggevende jongens zijn op het gebied van de revival van de klassieke tatoeage. Dat betekent dus echt een traditionele tattoo. Zoals Mike bijvoorbeeld zijn borst. Mike, show me that thing. Zie je, dat is echt een ouderwetse. Where is it? Where is what? What do you think? Let's go in the corner. Let's do it here. I like it in the corner. Iedereen kent iedereen ook in die tattoo-wereld, hè? Want hoe komt dat? Ja, omdat je toch elkaar nodig hebt in de een heleboel van het spul, zeg maar, is in eerste instantie via een aantal suppliers te krijgen. Maar uiteindelijk de goede spullen worden onderling verschoven. Na jarenlange contacten pas. Het is toch een heel geheime wereld waar je heel erg op je beroepsgeheim zit. En men kent elkaar van conventies. Mijn eerste conventie is in 1971. Volgens mij heb jij een enorme tato ergens. Mogen we hem zien? Zeker. Ja? Zeker. Daar komt hij dan. Ook veel geheimen uitgewisseld op zo'n conventie als deze. Heb je al dingen gezien waar je dacht van, hé, dat wist ik eigenlijk helemaal niet? Wel, er worden wel, achter de schermen worden er al, men zit bijvoorbeeld met z'n allen in één hotel. Er worden allerlei geheimen uitgewisseld. Allereerst de bedgeheimen en dan daarna nog gewoon de beroepsgeheimen. Ja? Wat voor bedgeheimen heb jij vernomen? Al wat een leuk idee opgedaan? Ik slaap netjes thuis bij mijn vrouw, maar in de regel slaapt het hele zoontje bij andermans vrouw 2 dagen lang. This is a pretty piece of art. Why this place? I got tired of people not being able to see my tattoos. So I wanted to make a very bold statement so that they look and go, you know. If you really want to make a statement, you should do it in your face. No. Why didn't you do it in your face? Then I'd be totally outside of society. This I can still cover if I want to, you know. What does it mean for you? It doesn't mean anything special. It's just like, I like it. It's what I wanted for a long time. Why? Because I like it. I think it looks good.